Ja, dat was een raketinslag. Ik denk dat we daar 10, 12 meter vandaan zaten van de raket. Wegwezen! Maar wegwezen met de auto! Nieuws. Hey Frankie, Koen. We kennen jullie natuurlijk als de befaamde frietboeren die naar Oekraïne zijn gegaan. Jullie zijn nu weer in Oekraïne, maar jullie hebben gisteren wel iets heel bijzonders meegemaakt. Kunnen jullie mij heel even vertellen wat er aan de hand is en of het met jullie gaat? Met ons gaat het goed. Ja, gaat goed. Wij hebben eigenlijk geen verwondingen. We hebben wat sneetjes in de handen en in de armen en zo. Wat hebben we, glassplintertjes. Maar met ons gaat het goed. Wat is er gisteren precies gebeurd? Jullie zijn nu in Oekraïne. Waar zijn jullie precies en wat is er precies gebeurd? Wij waren in Kramatorsk. En op dat moment was er in één keer een hele harde knal. Je hoort niet iets van tevoren aankomen of zo. Echt een loeiharde knal. En ja, alles valt naar beneden, stort in, glas. Ja, dat was een raketinslag. Ik denk dat we daar 10, 12 meter vandaan zaten van de raket. Wegwezen! Auto! Maar wegwezen met de auto! Nou, we hebben de raket niet gezien, we hebben alleen het resultaat gezien. Het resultaat is complete vernietiging van het gebouw. Het gebouw ervoor, het hele restaurant, ja, compleet in puin. Er zat een kelder om. Overal was gewoon vernietiging. Want tot nog toe, op hoeveel staat nu de teller als het gaat over doden en gewonden? Officieel zijn het 8 doden en 50, 60 gewonden hebben wij gehoord. De mensen die nog vermist zijn, die tellen ze niet als overleden, maar het kan haast niet anders. En wat heeft het met jullie gedaan om daarbij te zijn? Op dat moment paniek en op dat moment zeiden we doen dit niet meer, we stoppen ermee. Maar daar zijn we nu al van teruggekomen, want juist nu voelen we dat we juist extra door moeten. Maar als je nu hoort dat er dan 8 doden al zijn en 50 tot 60 gewonden zijn en jullie zitten er nu op 10 meter afstand van, dan ga je nu toch naar huis? Je gaat dan toch nu terug naar Nederland? Je blijft dan toch niet in Oekraïne? Het is toch mooi geweest nu? Ga lekker friet bakken weer in Brabant. Wij zouden vanavond, dan ga ik even gaan en morgen richting huis. Daar verandert niks in, dus we gaan ook morgen richting huis. Maar we gaan wel terug. We gaan zeker terug. Misschien dat we het een beetje anders gaan doen, dat weet ik niet. Mensen moeten gewoon beseffen hoe heftig het hier is en dat 90% als niet meer van de mensen die getroffen worden zijn burgers. Het zijn bijna allemaal burgers die getroffen worden. Nou jongens, ik wens jullie heel veel sterkte. Dank je wel dat jullie me heel even te woord wilden staan. En ga zo door hè. Geen dank, wij wensen iedereen een mooie dag. Hallo, wil jij meer van dit soort bijzonder amusante content? Abonneer je dan en druk op het belletje. Doen!